Jullie hebben waarschijnlijk wel gezien dat ik nummer 1 van de wereld sta met Otis. Voor heel eventjes, want ondertussen is dat helemaal niet meer het geval. Knokkers, Otis, ja, we nemen redelijk recent op. Maar ondertussen sta ik alweer 429ste. Dus we zijn dik niet meer nummer 1 met Otis. Maar ik heb het even gestaan en daar ben ik al heel trots op. Maar wat we vandaag gaan doen is ook wel nice. Ik ga namelijk gewoon allemaal dozen openen. En kijken of ik krachtlevel 11 Otis voor elkaar kan krijgen. Zou wel heel nice zijn als dat gaat lukken. Ik heb momenteel gewoon nog krachtlevel 1. Ik heb nog geen 1 krachtpunt voor Otis. Maar wat ik ga doen, ik ga gewoon allemaal rewards hier openen. En van vorig seizoen hebben we nog 64 grote dozen klaarstaan. Dus we gaan alles opmaken. En hopelijk hebben we Otis dan zometeen krachtlevel 11. Met gadgets, sterrenkrachten en gewoon beide tokens helemaal. Of gear tokens helemaal geüpgraded. Dus zou mooi zijn als dat gaat lukken. Maar dan gaan we achterkomen. Maar voordat we verder gaan, doe dat duimpje omhoog. Zouden we 1111 likes kunnen halen. 1111. Zo zien we dan zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Als je dat nog niet hebt gedaan, want dan blijf je namelijk op de hoogte van al mijn video's. En mocht je mij willen supporten en de Brawl Pass kopen of iets anders, gebruik natuurlijk die code BOOS. Wordt gewaardeerd. Maar laten we nu maar gewoon lekker gaan beginnen. En wat ik eerst ga doen is alle krachtpunten die ik heb inzetten op Otis. Want dan hebben we in ieder geval wat krachtpunten gebruikt. En de coins kan ik ook alvast claimen. En dan gaan we zo meteen gaan we allemaal dozen openen. Dus dat komt zo meteen. Eerst gewoon even de krachtpunten coins claimen. En dan hebben we zo meteen sowieso genoeg coins. Dat is trouwens geen probleem, coins. Maar dan hebben we ook redelijk wat krachtpunten om in ieder geval een paar levels te upgraden. Maar ik denk dat ik gewoon sowieso al wel Otis maximaal level kan krijgen. Want ik heb zoveel grote dozen. Ook vorige seizoen heb ik er dus zoveel bij elkaar verzameld. Speciaal voor Otis, om Otis meteen te kunnen upgraden. Dus eindelijk kan ik het nu gebruiken. Of kan ik er gebruik van maken. En kan ik alles gaan openen. 20 edelstenen erbij. Hier nog 75 krachtpunten. Ik denk met alle krachtpunten die ik nu al heb ingezet, dat ik Otis al wel ongeveer naar krachtlevel 7 kan upgraden. We hebben nu al 400 krachtpunten. Hier hebben we er nog 125, dus dat is ook lekker. En dat waren alle krachtpunten. We hebben al 525 krachtpunten nu momenteel. En tot hoever kan ik Otis dan upgraden? Daar ben ik benieuwd naar. Ik hoop in ieder geval naar krachtlevel 7. En dat is het geval. Krachtlevel 7 Otis hebben we nu momenteel. En dat betekent dat we nu ook zijn gadget kunnen krijgen uit dozen. Dus in principe is dat wel dikke prima. Dus vanaf nu kunnen we al zijn gadget krijgen. En trouwens, we kunnen ook nog een sterrenkracht krijgen. Namelijk van Bonnie. Ga ik niet kopen in de store. Dat kost coins. En ik verwacht dat ik die sterrenkracht ook wel kan krijgen. Dus dat is ook wel mooi. Ja, hier deze rewards bewaar ik nog even. We gaan eerst alle grote dozen openen van vorig seizoen. Want ik heb er 64 bij elkaar verzameld. Dat is niet normaal veel. Hoeveel is 64 eigenlijk? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik ga eens kijken. Want de grote doos kost normaal gesproken 30 edelstenen. En 64 grote dozen is in totaal 1920 edelstenen. Dus dit is eigenlijk ongeveer 100 euro aan dozen wat ik hier heb staan. Ja, ik heb het natuurlijk verzameld door heel veel te spelen en gewoon gratis bij elkaar gekregen. Maar het is alsnog wel heel erg nice, hoor. Het is heel erg nice. Dus het zou wel moeten kunnen lukken om zeg maar voor 100 euro dan Otis naar krachtlevel 11 te krijgen. Omgerekend dan, hè. 115 keer. Dat is best wel veel uit de grote doos, om eerlijk te zijn. 2 uitrustingstokens, dat is ook vet veel. En dan krijg je automatisch minder krachtpunten. Maar tot nu toe, het gaat prima met die grote dozen. We krijgen nu 52 keer. En dan gaan we nog even een aantal openen. Zodat ik auto's zo meteen naar krachtlevel 9 kan upgraden. Dan kunnen we in ieder geval ook de sterrenkracht krijgen. En dat is ook iets wat ik wil krijgen natuurlijk. 44. En we moeten sowieso nog eens een gadget krijgen. We krijgen weer een token. Als je 3 resterende items hebt, dan kan je een sterrenkracht of gadget krijgen. Maar als je een token krijgt, dan niet. Nee, dus we moeten eigenlijk zorgen. 3 resterende items zonder token. Dan krijgen we de gadget van Otis of de sterrenkracht van Bonnie. Maar ja, dan moet dat wel gebeuren. 90 krachtpunten voor knokken naar keuze. Ik kan het alleen op Otis inzetten. Dus voor nu maakt het helemaal niet uit of ik die krachtpunten krijg voor knokken naar keuze. Of gewoon zo'n normaal krachtpunt. Dat is toch hetzelfde, want ze gaan toch allebei naar Otis. Oké, volgende. Nee, weer niet. We hebben al best wel wat grote dozen geopend. Maar eindelijk, we krijgen iets. Let's go. En ik denk trouwens dat we nu ook ongeveer genoeg krachtpunten hebben voor krachtlevel 9 Otis. Gaan we zo meteen even checken. Maar wat krijgen we? We krijgen de 2e sterrenkracht van Bonnie. Dus dat is nice. Dan is dat in ieder geval gefixt. Maar ik heb nu ook nog de gadget nodig van Otis en de sterrenkracht van Otis. Maar we hebben nog heel veel grote dozen te gaan. Dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. Maar in ieder geval deze sterrenkracht van Bonnie. Altijd leuk meegenomen. Dan hoef ik in ieder geval niet 2000 coins uit te geven in de store om die nog te halen. Dus dat scheelt zeer zeker.
zeker. We gaan trouwens Bonnie even upgraden. Kunnen we al door upgraden? Ja, dat kunnen we. Dus dan kunnen we nu ook de sterrenkracht krijgen van Bonnie. De gadget, er is 1 sterrenkracht, 1 gadget. Dus die kunnen we nu krijgen uit dozen. En met een beetje mazzel hebben we aan deze 46 al voldoende. Om Bonnie, of nee, Otis in ieder geval kracht level 10 of 11 te krijgen. Ik kom niet helemaal goed uit mijn woorden. Maar in ieder geval kracht level 11 zou heel nice zijn. En we krijgen nu alweer iets. Gadget sterrenkracht. We krijgen de gadget van Otis. Wat doet hij ook alweer? Oh ja, deze is wel nice. Op het moment dat je zeg maar je super inzet en je mist iemand, blijft hij op de grond zitten. En als er dan iemand overheen loopt, dan kan hij alsnog dan niet hitten. Dus dat is wel echt ziek nice. Ja, maar dan moet je dan wel eens je gadget inzetten en dan je super inzetten. Maar dat gaan we zo meteen wel even testen. In ieder geval mooi dat we nu de gadget hebben. Dan gaan we nu gewoon lekker door met dozen openen. En kijken of we ook de sterrenkracht kunnen krijgen. Met nog 40 grote dozen te gaan. Zou dat technisch gezien wel moeten kunnen lukken? Ja toch, dat 1 sterrenkracht, dat moet toch wel. Ja. Volgens mij is de sterrenkracht om te krijgen 2% of zo of 1%. Nou ja, met zo'n grote dozen is die kans natuurlijk wel wat groter. Dus ik heb wel hoop dat het goed gaat komen. En ik heb er ook wel hoop in dat we Otis maximaal level gaan krijgen. Alhoewel gaat het denk ik met deze grote dozen niet lukken. Dus misschien moet ik nog wat krachtpunten en dozen openen van het huidige seizoen. Maar dat zien we zo meteen. Dat zien we zo meteen. Volgende doos, 44. Nog een doos. En 49. Kom op! Ik wil eventjes Otis kunnen upgraden. Kracht level 10 zou ook al nice zijn. Want dan kunnen we in ieder geval 1 gear al upgraden. Volgende. We zijn er nu bijna. Nog 1 of 2 dozen. En dan hebben we trouwens nog wel 25 grote dozen over ongeveer. Om nog Otis naar kracht level 11 te krijgen. Het gaat erom spannen. Het gaat erom spannen. Maar in ieder geval nu kunnen we Otis naar kracht level 10 upgraden. Dus dat is mooi. Dus dan kunnen we deze eerste uitrustingstoken ook al upgraden. Ik denk dat ik schade doe. Dat je extra damage doet. Dat is wel nice. Zicht, dat is zo'n onnodige. We doen wel schade. En dan misschien met een schild erbij. Ik denk dat ik dat ga doen. Ik doe eerst even schade. Dan gaan we die helemaal door upgraden. Top, dan is die geupgraded. Dan hebben we gewoon level 3. Ik wil het echt maximaal krijgen. Dus kracht level 11. En dan alles helemaal door geupgraded. Dus we gaan ervoor, we gaan ervoor. Dan hebben we nu nog 1440 krachtpunten nodig. Ah, dat gaat denk ik niet lukken uit deze grote dozen. Maar we hebben natuurlijk nog grote dozen, megadozen in het huidige seizoen qua rewards. Dus mocht het nu niet lukken met deze grote dozen, dan kunnen we daar dozen openen en dan kan het misschien alsnog goed komen. Maar ik laat vanaf nu wel even iets meer de hoogtepunten zien. Dus als we de sterrenkracht krijgen, dan zien we hem weer. Of als we auto's bijna kunnen upgraden. Of op het moment dat deze 20 grote dozen op zijn. In ieder geval, tot zo. We hebben nog 3 grote dozen te gaan. Nog geen sterrenkracht gekregen. Wel allemaal tokens en zo. En we zijn er bijna. We hebben bijna genoeg krachtpunten om auto's naar kracht level 11 te krijgen. Maar ik baal ervan dat ik nog geen sterrenkracht heb gekregen. Hoezo gaat dat zo moeilijk? Kom op, geef deze jongen sterrenkracht. Oké, maar we moeten sowieso nog wat dozen openen om auto's helemaal door te kunnen upgraden. Want we missen nu nog een klein beetje krachtpunten. Niet zo heel veel, maar we missen er in ieder geval nog een stuk of 300. Nee, iets minder dan 300. Maar dat gaat wel goed komen met alle rewards die we hier nog hebben staan. Dus dan gaan we hier gewoon lekker de boel bij langs. Knokdoos, zul je zien in één keer sterrenkracht. Zou wel mooi zijn, maar ja, die kans is heel klein. Megadoos, dan zou het kunnen gebeuren. Nee, ook niet. 200 krachtpunten, dat is wel ziek hoor. Een nieuwe grote doos. En hebben we nu voldoende? Nee, nog steeds niet. Knokdoos! En 8 krachtpunten. Volgende grote doos. En ja hoor, we hebben nu voldoende om Otis helemaal door te upgraden. Naar kracht level 11. Alleen het balen is dat ik nog steeds niet die sterrenkracht heb. Dat is echt heel erg stom. We kunnen in ieder geval schild upgraden of gezondheid. Ik denk dat schild dan het beste is. Zicht vind ik echt stom. Ja, daar heb ik er ook nog vet van over. We doen wel schild. Ik ga schild helemaal door upgraden. Dus dan hebben we niet zoveel meer over. Maar dan hebben we schade en schild hebben we nu helemaal gebruikt. Maar dan hebben we nu wel kracht level 11 Otis. Dus dat is wel ziek OP. Alleen we hebben nog geen sterrenkracht. Dus daar moeten we dan nog eventjes voor sparen binnenkort. Ik denk dat ik binnenkort dan een soort van challenge ga doen. En dan kunnen we misschien al deze dozen gaan openen. Komt binnenkort in ieder geval. Ik ga trouwens nog even deze reactie claimen van Otis. Dan hebben we in ieder geval een leuke reactie. Dat scheelt. Maar we gaan eens spelen met Otis. En kijken hoe die nu al speelt. Ik heb hem kracht level 11. En ik zit op 100 trofeeën. Dus sowieso dat ik tegen allemaal spelers moet. Die veel lager zitten. Die zijn waarschijnlijk allemaal echt een stuk slechter. Of in ieder geval qua kracht level. Weet je wat? Dat doen we wel in de mystery mode. Gaan we in mystery mode spelen met Otis. Geen idee wat we gaan krijgen. We krijgen... Oh, met een robot?
Was dit met de robot erbij? Ja, dat is wel nice. Oké, oh, dit is gewoon edelstenen guy. We gaan eens kijken. Ik ben sowieso veel te sterk voor mijn tegenstanders. 100%. En ik ben ook benieuwd hoe mijn gadget zo meteen werkt. Dus die moeten we zo meteen ook even inzetten. Hier even om het hoekje. En jou kan ik nu killen. Ja, en jou kan ik ook killen. Helemaal top. Oké, dat is mooi. Dan moet ik zo meteen even mijn super hebben en mijn gadget kunnen inzetten. En dan ga ik hem expres missen. En dan ben ik benieuwd wat er echt van gaat komen. Maar dit is wel geniaal, jongen. Die mystery mode, je krijgt dus gewoon een robot in edelstenen graai. Dat is geniaal. Oh, ik vind het echt baas, deze mystery mode. Ik vind het baas. Komen daar dan ook edelstenen uit? Dat zou helemaal nice zijn. En er komen inderdaad 3 edelstenen uit. Dat dacht ik al. Dat zou wel tof zijn. Oké, maar ik zet nu mijn gadget in. Ik zet hem daar zo neer. Oké, daar ligt dus nu een ster. Dus als daar nu iemand overheen loopt, dan wordt hij vertrouwd. Oh, nu kan hij dus niet schieten. Hij kan niet schieten. Zag je dat? Hij liep er overheen. Vervolgens kon hij niks. Dat kan best wel werken in zoiets als edelstenen graai trouwens. Ik denk dat dat best wel kan werken. Oké, moet hier even oppassen. Ja, daar even weer wat hits. En nu heb ik mijn super. Ik moet hier even om het hoekje blijven. Want ik heb 8 edelstenen. Dus ik moet degene zijn die levend blijft. Dan ging ik bijna dood. Oké, teamgenoot, blijf levend. We willen dit winnen. Ik vind het geniaal. Een robot in edelstenen graai. Oké, hier moeten we ook nog even levend blijven. En dit gaat denk ik goed komen. Ik krijg nu wel iets damage tegen. Oké, nu heb ik 10 edelstenen. Dus nu blijf ik levend. En dan gaan we winnen. Let's go! Ja, op dit moment ben ik echt veel te sterk, jongen, in verhouding met mijn tegenstanders. Hoe hoog hadden hun knokkers? Nou, die Gif die had nog wel kracht level 9, maar echt die Eve bijvoorbeeld, die had kracht level 1. Ik ga eens een potje jagers doen. Dan gaan we eens kijken, kracht level 11, hoe dat gaat. Ik denk dat ik iedereen kapot ga maken. Dat kan toch niet anders? Dan sluiten we hier deze video mee af. We hebben daar een Mortis. Ah, die kan sowieso niks. Die kan sowieso niks. Hier, val me maar aan, jongen. Je kan me toch niet killen. Kansloos voor die Mortis. Oké, we gaan hier even in de bosje zitten. En dan wil ik eigenlijk hier even kills maken. Dat zou mooi zijn. Ja, dankjewel. En hier hebben we een bus. Die kunnen we ook hebben. Ik zou even hier mijn super erop inzetten. Want dan kon hij mij niet raken met zijn super. Dus dat scheelt. Die search. Of we kunnen hier ook naar hier gaan. We kunnen hier even misschien een kill maken. Ja, oh nee, bijna. Ah nee, ik mis echt al mijn shots. Nee, oké, ik heb toch nog een kill. Hoppa! Ik ben echt veel te sterk. Oké, nu ga ik wel dood. Ja, ik wou net zeggen. Maar ik sta eerste, Dat is lekker. Oké, we kunnen ook mijn gadget aanzetten. Dan zet ik hem hier neer. En dan mocht er zo meteen iemand overheen lopen, dan gaat hij dus sowieso vertraagd worden en dan kan hij niet schieten. We kunnen in die bosje van. Ah, ik wou wachten op die Eve dat hij kwam. Maar niet normaal wat overpowered. Ik denk wel echt dat Otis wel echt goed kan worden in solo showdown. Want je kan namelijk, als je eenmaal je super hebt, ervoor zorgen dat iemand je niet kan aanvallen. Dus dan, stel iemand wil jou backsteppen. Nou, je zet je super in en hij kan niks meer. Dan kan jij hem killen. Natuurlijk, als je meerdere tegen je hebt, dan ben je een lul. Maar in 1 versus 1 is Otis dan wel echt goed met super. Denk een van de beste knokkers. Maar hey, daar gaan we natuurlijk in de toekomst ook achter komen. Maar dit was voor deze video. Hopelijk kunnen we binnenkort de sterkracht vrij spelen. Zou toch wel even leuk zijn, maar dat komt binnenkort. Maar dan was dit het. En heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmeunig hebt genoten van deze video, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik even woep opzij. En dan komt hier een video te staan. Die kan je checken. En ik denk dat je die ook wel leuk vindt. Dus nou, misschien leuk om nu dan te kijken. En hier kan je op drukken en dan kan je abonneren. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar dit was het echt. Joejoe!